Ik neem jullie even mee in mijn denkproces. Ja, hoe mijn gedachten gingen toen ik op tv zag ik die Arjan Noorlander praten. En ik zag vlak daarna Wouter de Winter ook babbelen over, ja, zeg maar, de kabinetscrisis. Daar hadden ze het over. Mensen praten niet meer met elkaar. Fractievoorzitters, niemand ziet elkaar meer. Het is één grote bende tussen al die mensen. Chaos. Ja, na het gedoe over die noodwet, noem het allemaal maar op. En we hebben ook over die stroomstootwapens voor die dieren. Ja, één grote puinhoop is het. Maar ook binnen het kabinet, daar loopt het niet en het gaat niet. Dus zij zeiden samen, die Noorlander en de Winter, die zeiden van ja, nee, het gaat recht op een ravijn af. Het wordt niks. Waarschijnlijk hebben we over een maand al geen kabinet meer. Nou ja, toen ging ik lopen denken. Ik denk, nou, dan moeten dus eigenlijk Dylan en Wilders, die moeten nu het voortouw gaan nemen. En die moeten nu proberen de boel weer bij elkaar te krijgen en te lijmen en te zorgen dat dit overeind blijft. Want waarschijnlijk krijg je niet meer gauw zo'n kans op rechts om te regeren. Maar net dat ik dat dacht, dacht ik weer bij mezelf, ja, maar ja, daar zit je constant maar opgescheept met die NSC. En dat is me natuurlijk een hele rare club gewoon. Ja, die zijn verschrikkelijk onbetrouwbaar. En daar hebben die andere partijen natuurlijk ongelooflijk genoeg van. Ik denk, ja, dat is natuurlijk ook niet vol te houden. Dan gaat het toch stuk. Ja, want pas geleden was er een motie. En die zei dan dat je geen gezichten mocht bedekken als je ging demonstreren. Heel gewoon. Als je demonstreert, dan ga je niet allemaal met sjaals om en petjes op en capuchonnen. Nee, dat was heel simpel. En links stemt daar natuurlijk tegen, ja, want die vinden het leuk als Nederland op zijn kop wordt gezet en de boel wordt ontwricht en je trekt overal de stenen uit de straten. En NSC stemt daarin mee, die gingen ook tegenstemmen. Daar valt dan toch niet mee te regeren met zo'n club. Dus dacht ik bij mezelf, nou laat het dan maar stuk gaan. Ja, en toen zat ik te tellen. Toen ging ik zeteltjes tellen. En bij de laatste peiling, die heb ik genomen. Toen dacht ik, oké, PVV 41, VVD 23. Ja, dat is dan 64. En 7 voor de BBB, dat is dan 71. Dus je komt 5 zeteltjes tekort. Daar gaat het over. En toen dacht ik, nou, laat de boel dan toch maar klappen. Laten we er maar mee stoppen. En dan moeten we met elkaar 5 zetels vinden om dan een regering te krijgen met PVV, VVD en BBB. Ja, nou ja, zo moeten we het doen.